gezond. Een ei en 5 croissants. Dat is echt niet gezond, hoor. Nee, een bakje magere yoghurt. Daar zit veel in. Leonor, pak maar een balletje. Leuk, dan ben ik net Nienke. Welkom bij Waarom? Daarom. Vragen die in 1 minuut zijn uit te leggen, op te lossen of te beantwoorden. En de vraag van vandaag is... Waarom worden chickies altijd boos als ik ook nog met andere chickies zoen? Pff, wat een stomme vraag. Pak je toch een ander? Waarom worden chickies altijd boos als ik ook nog met andere chickies zoen? Ik heb in ieder balletje dezelfde vraag gedaan. Nu weet ik zeker dat ik antwoord krijg van Nienke. Dat is fraude. Dat is bedoeld voor vragen van kinderen. Is dat ei van jou? Nou, ik heb het niet zelf gelegd, maar... Weet jij wel dat er uit ieder ei een kuikentje had kunnen komen? Jij hebt een babyvogeltje in kokend water gegooid om het op te kunnen eten. Maar ik heb het echt maar heel kort gekookt. Monster. Toch niet liever een bakje magere yoghurt, Wout? Als je de wereld van de vogels leert kennen, zoals ik... dan kijk je heel anders tegen die dingen aan. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Rob, oude vriend van mij, die is vogelaar... en die heeft me vanmorgen vroeg meegenomen op vogelexpeditie. Wat wij allemaal niet gezien hebben... Een kiekendief, een fuut, een tureluur, een wulp. Fantastisch. Ik weet nou alles over vogels. Dat komt goed uit, want ik vroeg me net af... waarom vallen kippen niet van hun stok als ze slapen? Wat is dat nou weer voor een onzinnige vraag? En kinderachtig ook. Ik ga weer naar mijn vrienden, de vogels. Goeie vraag voor in de bak van Nienke. Prima. De kans dat ze jouw balletje pakt is 1 op... Vet veel. Ongelooflijk dat ze precies jouw balletje pakt. Nu heb ik nog steeds geen antwoord van Nienke. Ik zal je antwoord geven op je vraag. Chickies worden altijd boos als je met andere chickies zoent. Omdat chickies een jongen willen die het lef heeft om voor 1 meisje te gaan. Weet jij nou ook al van die vieze yoghurt? Nou, beter dan gekookte kuikentjes, zoals jij. Oh, trouwens, dat is het rare. Ik ben mijn ei kwijt. Ja, die ligt daar op de bank. Hé, hoe komt die daar nou? Je had het toch maar heel kort gekookt. Ik bedoel, misschien leeft het kuikentje nog en heeft het zichzelf daarheen gerold. Echt? Wat zijn vogels toch knap? Precies, Timo. Vogeltjes zijn kleine wondertjes der natuur. En jij zat hier gisteren nog kipnuggets te eten. Dat was voordat ik het verhaal hoorde dat de vogels ons mensen willen vertellen. De boodschap van liefde en vrijheid. Wat is dat? Dat is een vogelsluitje. Daarmee praat ik met vogels, als het ware. Hé, je hebt yoghurt geknoeid, Ben. Maar? Hier, op je schouder. Nou, als jullie allemaal yoghurt eten, kan ik natuurlijk niet achterblijven. Maar ik heb helemaal geen yoghurt gegeten. Hoe komt het dan op je windjack? Oh, ik ben bang dat dat geen yoghurt is, Wouter. Dat windjack kostte €250. Smerige rotvogels. Baas. Vogels zijn de wondertjes der natuur. Ze brengen de boodschap van liefde en vrijheid. Ja, de grote boodschap in dit geval. Misschien heb je gelijk, Leonor. Ik moet het lef hebben om voor 1 vrouw te gaan. Nou, heel goed. En vandaag is het Nienke. Ik ga haar verkering vragen via de balletjes. In iedere balletje een briefje waarin ik haar verkering vraag. Mega romantisch. Die balletjes zijn voor de vragen van kinderen. Zo, heb je honger? Ja, dit is mijn wraak op de vogels. Ik ga elke kipcorn en elke kipnugget uit de kantine opeten. Kipnuggets, yes, mag ik. Mag ik daar vriendelijk voor bedanken? Onschuldige vogels eten, bah! Onschuldige vogels? Ze hebben je hele windjack ondergescheten. Als je de taal van de vogels spreekt, dan weet je dat ze geen kwaad kennen. Ze kennen alleen vrijheid en liefde. Wat voor vogel is dat, baas? Een scheidluister. Ja, wacht maar. Oh, vet, baas. Ben. Ben, gaat het? Ben, ambulance. Ben. Oh. Bijna gestikt in een vogelfluitje.
Grote muziekinstrumenten zijn vet onhandig, maar te kleine muziekinstrumenten zijn vet gevaarlijk. Zo, hier zijn de balletjes. Die heb ik even opgehaald bij Nienke. Yes, nu weet ik eindelijk of Nienke verkeering met me wil. Hé, wat een raar antwoord. Waarom is Timo zo'n nerd die niks van meisjes snapt? Waarom doet Timo altijd stoer en denkt hij dat hij indruk maakt... terwijl ik hem daardoor juist heel sneu vind? Ik denk niet dat het een goede dag is om Nienke verkering te vragen, Timo. Oh, Ben, gaat het weer een beetje? Jongens, dan ben ik weer mijn ei kwijt. Oh, Ben. Praten met vogels gaat je al heel erg goed af... maar misschien moet je nog even oefenen op het broeden. Oh.